gaan een iced tea maken van citroengras, citroen en Earl Grey thee. We doen de Earl Grey in het kokende water, leggen citroengras op de barbecue samen met de schijfjes citroen. Ik vind het eens zo plezant als het resultaat ook onmiddellijk bruikbaar is. Dus ik ga de thee over heel veel ijsblokken gieten, zodat die onmiddellijk ijskoud wordt. Daar komen de gegrilde citroenen bij. Citroengras, dat kloppen we altijd een beetje kapot, zodat echt het aroma volledig kan vrijkomen. Ondertussen is de iced tea ijskoud. 5 minuten nog laten rusten en serveren.